Hoi iedereen, vandaag ga ik jullie het kruis leren. Het is niet moeilijk om te maken, maar je moet er wel even geduld voor hebben. We gaan beginnen. Voor dit werkje heb je maar één rij van je loom nodig. Ik heb niet zoveel tijd, want ik moet daar ook weg, dus ik laat hem even in elkaar zitten. Maar je kunt hem natuurlijk ook uit elkaar halen. Je hebt elastiekjes nodig en een haaknaald. Nou, we gaan beginnen met de elastiekjes te plaatsen. Zo. Wat je als eerst doet is pak een elastiekje en vouw hem als een 8. Dus zo. Dan doe je hem om je loom heen. Zo. Dat doe je 8 keer. Dus je doet hem 8 keer naar beneden. Zo. Je hebt ook nog een andere manier. Via je haaknaald doe je elastiekje eromheen. En nog een keer zit hij als een 8 erop. Pak de twee elastiekjes en zet hem erop. Die manier vind ik zelf niet zo heel fijn, maar iedereen zijn eigen mening. Dan heb je nog een manier. Je doet hem eerst naar deze en dan draai je hem er nog een keer overheen. Zo. Nu heb je 4 keer naar beneden gedaan. Nog 2 keer dus. Nog 4 keer, sorry. 5, 6, 7 en 8. Ja, klopt, 8. Nou gaan we de armen maken. Dat is misschien een beetje verwarrend, maar als het goed is, lukt het jullie wel. Je pakt weer een elastiekje. En die doe je het om het vierde pionnetje. Weer wel dubbel. Naar het 5. Van 4 naar het 5. Dus 3, 4. Dan doe je dus vanaf hier zo. Hier begin je dan. Oh, laat ik eerst even dit naar beneden duwen. Sorry. Zo. Hier zo. En doe je hem nou nog 3 keer naar beneden. Weer met dubbele elastiek. Dubbel gevouwen elastiekjes. Zo. Zo. En dan zo. Nu duw ik nog een keer elastiekjes naar beneden. Nou maak je een capband van 3 ringetjes. 1. Dan is 2, 3 keer eromheen. En doe je waar je toen net bent geëindigd van de arm. Zo dus. Nu kunnen we de eerste arm gaan haken. Het gaat als volgt. Je gaat onder je capband. Oh, mijn stiekjes. Daar. Je gaat onder de capband door. En pak de 2 elastiekjes van de arm. Let op, capband. En die doe je zo. Die haak je naar voren. Dan pak je die 2 bovenste weer. Nou, die haak je ook naar voren. En weer 2 bovenste haak je ook naar voren. En weer 2 bovenste, die haak je ook naar voren. Dan heb je het zo. Dan stop je en leg je duim waar je begonnen bent met de arm plaatsen. Dan pak je je haaknaald en dan haal je je arm eraf. Zo, dan zit hij zo. Dan draai je hem naar links. Dan is de eerste arm klaar. Dan gaan we nu de tweede arm plaatsen. Precies hetzelfde weer. Makkelijk toch? Zo. Zo, weer. Weer waar die arm zit, begin je weer. 2, 3 en de laatste weer. Nummer 4. En we gaan weer een capband maken, weer van 3 keer eromheen. Zo zet ik
Dan gaan we weer door de, onder de capband. Pak de twee bovenste elastiekjes. Ga ik dit naar voren. Weer twee bovenste. En weer twee bovenste. En nog een keer de bovenste. Zo. Dan pak je weer met je duim de bovenkant vast. En haal je weer de arm eraf. Maar dit keer doe je hem niet naar links. Nee, maar naar rechts. Oh. Sorry, hij is eraf gevallen. Ik doe hem even opnieuw. Zo. Sorry, het was even fout gedaan. Hij viel eraf. Dat gebeurt dus als je hem niet goed vast hebt. Nou is het wel gelukt. Nou gaan we nog één keer een capband maken. Weer van drie lusjes. Die zet je helemaal onderaan. Zo dus. En dan haak je alles helemaal naar voren. Let op de capband. Let op hierbij twee armen, dat je wel goed overheen doet. Daar is het moeilijk om ze te pakken. En zit het dus ook heel strak. Daarvoor pak ik even iets. Misschien een beetje raar. Maar ik steek er een potlood in, een dun potlood. En ik draai. Ik zet hem rustig in. Zo. Kijk, handig toch? Dan breekt hij tenminste niet. En dan pak ik die twee stukken weer. En die. Nou, we hebben nog maar één elastiekje nodig. Dus ik ruim de rest vast op. Zo. Dat is de laatste. Die doe je aan je haaknaald. Oh nee, sorry. Je haaknaald steek je door deze twee heen. Je doet je elastiekje eraan. Trekt dit naar boven. Zo, dat ze er alle twee aan zitten. Dan doe je de achterste. Oh, huh? Ja, de achterste doe je over de voorste. En dan trek je hem aan, zodat het een knoopje wordt. Zo. En nou, kun je hem eraf halen. Tadaa! En dit was het weer. Bedankt voor het kijken en kijk ook mijn andere filmpjes. Doei!